toen een legerprins. Ja, maar u mag zelf ook niet verzinnen. Hallo! Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de... Bellinga's! Familievloggers! En vandaag gaan we iets vets leuks doen, want we gaan vandaag pakjes vieren! Pakjesavond! Kijk gezellig mee! Ik heb gehoord dat er het een en ander aan de hand is op pakjesavond met de Pieten. Ja? Want het gaat niet altijd goed in het Pietenhuis, hè? Nee, want ik had bij Duwertje Blok gezien dat pakjesavond cadeautjes in de trein liggen die terug naar Spanje gaat. Oeh! Dus ik hoop dat er nog wel een paar pakjes en de paardenpiet en de Sinterklaaspiet zit ook in de stoomtrein en die gaat ook weer terug. Ja. Met de pakjes naar... Pakjes... Paardenpiet, die schaatsen zich een beetje door het ongeluk, hè? Ja. Wat voor ongeluk is gebeurd dan? Sinterklaas en paardje zitten echt zwart. Ja. Maar ze ging... Paardenpiet ging die elke keer wit verven. Ja. En hij zei dat hij aan het licht is voor water is. Ja. Want ze zei dat hij niet de verf mag afdoen. Oké. Okay. Dus zo snel is eigenlijk een zwart paard. En daarom mocht zo snel niet in het water. Maar weet je, ik zou even het verhaal uitleggen. Okay. Paardenpiet die wou heel graag een nieuwe paard. Want Americo, de oude paard, is vet oud geworden. Maar toen wou Paardenpiet een nieuwe paard uitzoeken voor Sinterklaas. En hij zag dat hij vet knap was. En dat hij wel iets van 20 medailles had. En wel 20 bekers had. En dat hij stuk knap was. Maar hij was helaas een zwart paard. Dank je, Luxie. En Paardenpiet die had die paard echt nodig. Dus toen had hij een idee, Hennessilla. Hij zou maar wit schilderen. En dan heeft hij al soft koud waterfris, want dan gaat de verf er niet af. Ah. En nu is Sinterklaas daarachter gekomen, net de storm, hè? Oeh, omdat hij dus toch zwart werd. Ja. Aha, nou zullen we vanavond pakjesavond houden dan. Want we hadden nog twee Pieten. We hadden ook nog Oepsie. Oepsie Piet. Hey, Toet, zit het op je neus. Doet. En Malle Pietje. Nou, hoop ik niet dat Malle Pietje. Jongen. Wat is dat? Stout Pietje die wel een beetje ondeugend is. Waarom dan? Wat doet Malle Pietje dan? Want hij fopt ons net fokcadeautjes en er zit iets op je neus. Toet. Toet. Ja. En dat vind ik natuurlijk heel erg irritant. Ja. Maar wel trol. Bij ons en de schoen heeft hij ons nog niet gefopt. Nou, alleen staat op dat briefje gefopt. Groetjes, Malle Piet. Op het briefje stond gefopt? Op school? Ja. Oh. En dan wel gelukkig lekker pepernoten. Wel pepernoten. Gelukkig. Nou, dan denk ik dat het nu tijd is om lekker hard te gaan zingen. Dat de Pieten het horen. We hopen straks cadeautjes voor de deur hebben. Ja. Dat hoop ik verder. Laat de muziek maar. Ah. Daar komt aan de deur geklopt. Hard geklopt. Zacht geklopt. Daar. Wie zou dat zijn? Piet ging uitvissen, toen pakte zijn mand. Toen komt Piet naar Linkloop met een vis aan zijn hand. Piet komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicola, ik zie je al staan. Hoe het zijn paardje en rek op en neer. Gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. Ik wil graag een wansie zitten, net een stoere legerprins. Maar u mag zelf ook niet verzinnen. Wat was dat? Wat was dat? Ik hoorde kijk, niet Luxie. Heel hard geklopt. Wat was dat? Ik zie wel hier een zak. Ja, ik zie een zak. Wat was dat? Ik zie een zak. Echt waar? Hier. Staat er een zak voor de deur? Wat is dat Luxie? Een zak? Kom maar naar binnen. Zie je nog een Piet? Geen Piet meer te bekennen? Bij de toondeur? Nee? Kom
maar, Luxie. Gaan we maar naar binnen. Pieter kan heel snel rennen. Ja. Zo. Oeh, kijk eens. Leg maar eens even neer. Zullen wij tot drie tellen dat jullie tegelijkertijd de cadeautjes open maken? Papa Luxie helpen? 1, 2, 3. Maak maar open. Ik ben bang voor Okay. Wat is het? Wat is het? Het zijn drie gelijke dozen. Huh? Wat zit erin? Ik wil dit opmaken. Huh? Ik hoop geen Wat staat erop? Gevolgd malle Pietje. Nee. Ah, oh, nee. Oh ja, bij Luxie ook. Oh, oh. Nou. Alifie. Alu. Hey. Zit er niks in de zak? Jongens, kom, we gaan even in de zak kijken. Zou er echt niks meer in de zak zitten? Er zit alleen maar pepernoten in. En een briefje. En een briefje? Voor Luan, Lucilla en voor Luxie. Nou, malle Pietje. Grapjes horen om te lachen te zijn, malle Pietje. Niet om verdrietig te zijn. Luxie vindt de snoepjes wel lekker, hè? Ja, Luxie vindt de snoepjes lekker. Ha, ha, ha. Luan en Lucilla en Luxie, had ik jullie mooi gefopt. Oepsie Piet heeft denk ik jullie cadeautjes bij de achterdeur gezet in plaats bij de voordeur. Nee. Ga maar snel kijken. Nou, Luxie. Fijne pakjesavond. Ja. Drie. Ja. Waar? Kijk. Ik zie niks. Kijk. Waar? Kijk wat ik leuk vind. Waar? Ja. Oh, ja. Kijk. Oh, oepsie toch. Had hij gewoon bij de verkeerde deur neergezet. Nou, kom maar snel naar binnen met de cadeautjes. Wow. Zo. Nou, gelukkig is nog gelukkig. Gelukkig. Oeh, sterke Lucilla. Goed zo. Kom maar, mama jou helpen. Ja, pak je die andere nog maar. Het zijn drie zakken, hé. Zo. Dit is minder. Want... Die is minder zwaar. Mama, als ik dit druk, hoor, gebeurt het. Oh ja, zit er een belletje in. Hoe? Zo, wat zou er allemaal in zitten? Ja, wauw, Luxie. Wat is dat? Wat staat daarop, Luan? Kan jij lezen, jongen? Luan. Daar staat Luan. Maar ook we gaan eerst even hier kijken, Luxie. Heeft Luxie een cadeautje? Zullen we het eerste cadeautje voor Luxie doen? Wat staat daarop dan? Gaan we even kijken. Hier staat niks op. Hier staat Sammy. Sammy, ik heb iets gekregen. Dank u, Sinterklaas. Maar dat is niet voor Luxie. Nee, die gaan we bij gaan Sammy we zo uitpakken. Ja. Wat is dat? Een spelletje, Luxie. Een bombaspelletje. Oh. Een bomba was Dana. Hier staat Lucilla. Kijk eens, alsjeblieft. Ik hoop dat dit geen cadeautje is. Een cadeautje. Kom, we gaan kijken voor Lucilla. Wat is dit? Ik denk dat die ook eens heeft gezien op reclame. Oh, wat is dat? Wat is dat, Lucilla? Dit is een make-up pop. Een make-up pop? Daar kan je alles mee vermaken. Oeh, daar kan je mee leren vlechten, ja, volgens mij. Ja, even leg. Kijk, man. Ja? Oh ja. Die heeft al te meer ook in de kapsel. Ja, maar dit is van een pop. Want ik had dit al een keer op de reclame gezien. Ja, je wou dat heel graag. Hè? En nu is het gewoon uitgekomen. Nou is Leon aan de beurt. Hier lag nog een pakje. Daar lag een pakje voor jou, hè? Voor Luan. Luan nou, staat ik ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd, kerel. Oh, wat is dit? Wat is het? Wat is het dan? Kijk dan even erop. Een discopak. Ja, een discopak. Oeh, hij heeft jou zien dansen voor de spiegel, jongen, ja. Hè, je disco. Heb je een verkleedspak? Ja, kijk dan, leuk. Wauw. Een discopak. Eén, en hier nog een broek. Oh, jongen, kijk. Dan. Leuk, jongen. Leuk. Echt een verkleedsetje. Ja, lekker chocola. Lucilla houdt van chocola. Wat zit er nog meer in? Luc.
Hier staat? Lucilla. Lucilla. Gaan we even in deze zak kijken. Lucilla vindt die ook leuk. Vind je die ook leuk? Kom maar. Ja, bijna. Oeh, Luxie staat erop. Luxie, deze is voor jou, liefie. Is nou een babytje? Ja, een babytje. Wat is dat? Is Luxie. Wat heb jij gekregen? Een babytje. Een babypop. Oh, een poppetje. Mooi, hè? Je krijgt gewoon een cadeautje. Yes, je kan op een testknopje drukken. Ja, doet hij praten, Luxie? Nou, we hebben de pop even uitgepakt. Dat is een mooie pop, Luxie. Oh, een speentje. Dat is het speentje. Kom eens. Ja, er zijn hier ook deze andere pop van Lucilla aan het uitpakken. Hier hebben we een make-up setje. Ja. Kijk, een hele leuke oogschaduw. En nog elastiekjes en clipjes. Oh, een mooie baby. Luxie heeft een mooie baby. Weet babypop. Ja, weet ik niet. Ik denk gewoon pop. Ja, babypop van Luxie. Dit zijn alle haardingetjes. Kijk, en die kan je ook op het haarbandje doen. Zie je dat? Mooi, Lucilla. Echt lang haar. Echt hele mooie lange haren, hè? Luxie denkt, wauw. Wat is dat nou weer? Ja. Luxie, een lekker babynootje. Oeh, die is lekker. Echt, zo kan je goed oefenen. Dat zegt iets voor jou, Sil. Kijk wat Luan weer voor een cadeautje openmaakt. Kan je daar een persje doen hier? Nou, oké. Okay. Daar wordt zo lekker. Wat is dat? Yes, ik heb hem. Wat ik is heb dat? Hem. Het, hoe heet dat? Dat, wat ik, smartwatch. Dat smartwatch. Kitty Zoomer. Ja. Wat is het dan, jongen? Nou, dit is een heel leuk kinderhorloge. Oh. Ik wil hem heel graag even uitpakken. Pak maar eens even uit. Zo ziet hij eruit. Mooi, jongen. Nou, Luxie is samen met haar pop op de bank geploft. Kijk, en Lucilla zit hier met de pop. Ja. Nou jongen, nou, kijk eens. Nou, dankjewel papa. Wauw, dat is een vette horloge. Kijk, dit is hem. En hoe moet je nou een foto maken? Ook hier. Oh, kijk, dat is de tijd. En jij bent nou al met de tijd bezig aan het leren. Zo kan je heel goed leren klok kijken. Het is nu... 7. Ho? Wat doe ik? Ja, weet ik niet. Dat is grappig. Dit is ook wel, dit is allemaal andere klokken. Kijk, deze. Dit vind ik mooi. Dit vind je makkelijk. Nou, hoe laat is het nu? 6:30. Nee, dit is 6:30. Hij zet een kleine wijzer op. Hoe laat is het nu? Hij staat. Het is 4:30. 4:30. Heel goed, jongen. Kijk, dat is makkelijker. Supergoed. Dat is wel vet cool. Ja, lekker. Kijk, hè? Daar zijn we. Oh. Luxie, leuk, hè? Luxie. Heb je Luxie erbij? Ja. Kan je leren voor een vracht te maken? Wat heb je gemaakt, Lucilla? Ik heb eerst een paardenstad gemaakt. Ja. Alleen. Ja. En nu ook om jou te leren. Leren vlechten. Ja. Kunnen we met z'n allen erop? Met z'n allen horlogefoto. Oké, een horlogefoto. Ik moet van afstand staan, ja. Gaat ze halen? Ja, Lucilla. Ja. En... Ja, ja, leuk. Leuk, leuk selfie. Een mooie. Kijk, dan pak je 3 stukken. Zo. En dan sla je iedere keer de buitenste over de binnenste. Zie? En dan die weer daar overheen. En dan die buitenste weer over die binnenste. Dan die buitenste weer over die binnenste. Maar dan moet je oefenen. Ja. En als je dat doet, mama, krijg je dit. Kijk. Ja. Mooi, jongen. Ach, heel veel opties. En wat zit er in het broodje voor Sammy? Wat is dat? Wat is dit? Wat is dat, Luxie? Een speelballetje, denk ik, of niet? Ja. Kan die daarmee spelen? Voor in zijn kooi. Nou, Piet en Sinterklaas. Dank je. Dat vindt Sammy, denk ik, vast leuk. Ja. Wat zou dat zijn? Die wat is dat? Ik. Wat is dat? Maar ik ben niet hoe het is. Wat is dat? Dit is een spiegelcameraatje. Wow. Oh, Lucilla, make-up doos. Dit is een, is ook een cameraatje, zie je dat? Een spiegelcameraatje. Kan je ook spelletjes mee spelen. Luxie is nog steeds helemaal blij met de pop.
En Luan zit daar ook zijn spelletje te spelen. Moet je dit doen? Oh, dat is een, wat is dat? Een soort laser. Ja. Eens kijken. Dit is een laser. Zo is de pop wakker, Luxie. Zo slaapt de pop. Zie je dat? Kunnen de oogjes bewegen. Dat is mooi, hè? En toen zat de mobiele eenheid in de mobiele eenheid. Jongens, zullen we verder gaan met pakjesavond of zullen we het bewaren voor de verjaardag? Nou, laat eens zien. Hoe snel heb je gerend? Je hebt zo snel gerend als een varken. 44 punten. Oh, nou. Dat is wel heel. Dat is heel hard, ja. En deze is voor Luxie. Nee. Goed zo, Luxie. Pen. Pen. Wat is dat? Nee, Luxie ook al een iPad. Oh, die is mooi. Nou, Luxie. Papa even openmaken. Die is mooi, Luxie. Zie je dat? Wat is dat, Luxie? Jij boft zelf voor jou. Open. Ja. Is die voor jou? Dus Luxie heeft hem met een loge variant. Dus Silla heeft hem met een make-up spiegeltje variant. En Luxie heeft hem met een tablet variant. Nou. Dat is leuk. Wat zeggen jullie dan? Dankjewel! Oh, die is mooi! Dat zijn mooie liedjes, hoor je dat? Vind je die mooi, Luxie? Ja, zo te zien leuk. Wel! Ja. Zullen we nou eens kijken of er weer wat voor Luan in zit? Ja, dat is goed! Even kijken, staat daar Luan op? Ja. Luan! Ja, nou maak maar open! Nee! Zelf met een hoesje! Wat? Een hoesje! Wat? Wat een hoesje! Kijk! Wat? Een neemeenbox met een hoesje. Mooi. Ik wil mijn pakken. Oh. Dit is hem. Zelfs een hoes. Doe hem er even in. Ga ik dat proberen. Doe ik hem erin. Mee. Wauw, dat kan je meenemen. Nou, wat zeg je dan? Dankjewel, Sinterklaas. Oeh, en voor wie zou die zijn? Kom maar helpen, Luxie. Lucilla. Ja, daar staat Lucilla. Nou, pak maar uit. Wat is dat? Wat is dat? Hey, een unicorn. Kijk, voor dit. Wat we op de V hebben. Wauw. De Barbie unicorn, zal ik hem nou openmaken? De Barbie unicorn. Oh, die vindt Luxie ook wel mooi, hè? Kunnen jullie niet samen spelen? Mooi, hè? Dat is een unicorn. En Luan is helemaal met zijn box blij, hè, jongen? Ja. Op dit cadeau staat... Luan! Luan! Helpen jullie allemaal Luan mee openmaken? Oh, want als hij zo groot is... Kom mij helpen, Luxie. Wat is dat dan? Die bouw ik gewoon. Die magnetenknikkerbaan. Een knikkerbaan? Weet je wat ik bedoel? Een hele tour. Wow. Kun je een knikkerbaan in je kamer maken, jongen? Ja. Kun je bouwen met vader? Ja. Daar houdt vader zo van, hè? Bij bouwen. Daarom is hij zo zwaar. 10.000 zakjes. Kijk dan. Oh. Wow. Dan gaan we van het weekend helemaal bouwen. Ja. Ja? Cool. Goed zo, Luxie. Luxie vindt openmaken ook heel erg leuk. Zien jullie dat? Vorig jaar moest je er echt nog helpen, maar nu wil ze zelf alles uitpakken. Is dat? Een ijsje. Een spelletje. Oeh, een leuk spelletje. Een kleurenspelletje, zie je dat? Dat is mooi, daar kun je spelletje mee spelen. Zie je dat? Ja. Zitten allemaal van die kleuren. De kleuren goed opbereiden. Ja, daar kun je spelletjes mee spelen. Ook. Zie je dat? Kunnen we ook met luxe spelletjes gaan spelen. En dan gaan we naar het laatste cadeautje, jongens. Voor wie zou die zijn? Voor papa. Maar volgens mij staat er ook nog wat van Woeselen Pippen in, trouwens, ergens. Ja. Wauw, wat is dat? Een grote zus. Die is mooi, Lucilla. Kijk, en die heeft ook al van die mooie haren. En Luxie flesje geven. En hier zit ook nog iets bij. En al die andere dingen ook nog. Ja, ketting ook nog. Schoentje. Dat is grappig. En nog een schoentje. Zo. Bijna. Ja. Bijna zit bijna in. Nou, ze zijn samen met de haartjes aan het spelen met de pop. Zijn jullie er blij mee? De popjes.
Sinterklaas, ik weet niet hoe je dit kan bedenken. Maar weet je wat ik nou mooi vind om deze boxen? Want hij staat vaak zo. En weet je wat ik ook mooi vind? Die bassen. Boom, boom, boom. En wat ik ook vet handig vind, er zit gewoon een mooi hoesje bij. Heel erg mooi, jongen. Want dan valt hij niet zoals bij de vorige keer. Ja, die was gevallen, hè, die vorige box. Ja, bij de clip. Toen moest ik wel een beetje huilen. Ja, gelukkig had ik Klaas dat gezien. Een nieuwe. De baby sister een flesje. Ja, mooi, hè? Ja. Dit is een echte neem-een-box. Maar heel voorzichtig. Ja, doe maar erin. Kijk, we doen het draadje zo. Maar erin. Nou, zijn jullie blij met jullie cadeautjes? Ja, ik wil net nog even met jullie. Wat zeggen jullie dan tegen Sinterklaas? Dank je, Sinterklaas. Die kan hè? Dank je wel. En nu gaan we lekker avond eten. Ja. En zeker met de cadeautjes even spelen. Ja. We hadden ook nog wat cadeautjes voor Woezo en Pip erbij, deze hè? Deze is voor Pip. Maak hem even open. Maak maar open, Lux. Woezo, kom eens kijken. Pip. Een balletje. Een balletje. Een balletje, Pip. En maak hem ook nog even open. Een balletje van Pip. Oeh, denk ik. Die ruikt lekker. Een geel balletje. En ook een balletje van Woezel. Gelukkig zelfs nog mijn lievelingskleur. Oh, Woezel. Zoek de bal. Zoek de bal, jongen. Ja. Over jouw pap heen. En Pip vindt Pim ook balletje leuk. Oh, dan moet je niet gaan ruzie maken om één balletje, hè. Pip heeft ook het gele balletje. Pipje, kijk eens, dat is balletje voor Pip. Dit was onze pakjesavond. Hopelijk vonden jullie het leuk om bij ons te zijn. Wij hebben in ieder geval van genoten, toch jongens? Ja. Nou, we wensen iedereen ook hele fijne pakjesavond. En als je al een fijne pakjesavond hebt gehad, dan hopen we dat je ook een fijne pakjesavond hebt gehad. Ja. Vond je het weer een leuke video? Doe even de duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En tot morgen. Tot een nieuwe vlog. Doeg. Doeg. Ja, dankjewel. Voeg je hart, boem boem mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee, geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem boem boem, boem boem mee. Dans mee en blijf in staan.